we hebben nu echt dat punt bereikt waarvan wij zeggen, we gaan niet aan de slag. We gaan niet aan de slag. En wij gaan pas aan de slag wanneer de overheid die herwaardering in place brengt. En dan kan men doen wat men hebben wil. Leerkrachten hebben vandaag gezegd, voorzitter, we gaan niet terug naar school. En we gaan pas naar school wanneer er een oplossing is. Het geduld van de leerkrachten is op. Ten overste van de rechter hebben ze gezegd, ze gaan die herwaardering in prijs brengen eind maart. Ze hebben niet gezegd dat er een gedeeltelijke herwaardering zou zijn. Wij zijn van oordeel, je kan niet één deel herwaarderen en het andere deel een deel. Dat kan niet. Dus wij zeggen, die herwaardering moet volledig worden uitgevoerd zoals dat de overstand van de rechter is aangegeven. Die herwaardering moet worden uitgevoerd. En dat kan snel. En we willen het eigenlijk nog sneller hebben dan wat ze overeen zijn gekomen met de CLO. Binnen een dag was er overeenkomst. En hoe lang zijn wij al bezig? Jaar in, jaar uit. Keihard gestreden. En altijd moeten we horen, dat is nog niet in place. Dat is nog niet in place. In elk geval, de leerkrachten zeggen, ze gaan tot het uiterste. En ze gaan niet naar school. Die oplossing moet komen. Als ze binnen een uur een oplossing kunnen hebben met CLO, wel, dan kan dat ook voor de leerkrachten.